Zo mensen. Yo mensen, welkom bij deze gloednieuwe video op mijn kanaal Games for You. En in deze video gaan we natuurlijk hebben over wat dingetjes, wat updates die op mijn kanaal gaan komen. En de eerste update die al eigenlijk voor volgens mij het hele land gewoon geldt is dat we kerstvakantie hebben. Dat houdt in 2 weken vrij van school, 2 weken lekker genieten van de holidays, natuurlijk de feestdagen die er komen. Dus dat wordt echt super erg genieten. Ik wil jullie alvast een fijn kerst, fijn nieuwjaar wensen. Waarschijnlijk spreken we elkaar ook wel gewoon via streams en videos nog daarvoor hoor. Maar ik zeg het alvast, dan heb ik het in ieder geval alvast gezegd. Maar jongens, je hebt niet voor niets op deze video geklikt. Je bent gewoon best wel benieuwd wat voor updates er waarschijnlijk zijn op mijn kanaal. En ja, dus dan gaan we het daar even over hebben. Zoals velen van jullie waarschijnlijk hebben gemerkt, is dat ik deze week niet heel erg actief ben geweest qua YouTube. En dat vind ik jammer, maar ik kon het niet. Ik was heel erg moe, ik was flink overstuur gestrest. Ik kreeg dus ook allemaal uitslag en zo en het was gewoon niet erg goed met mij deze week. Dus ik heb helaas niks gedaan qua video's of gestreamd. Meestal doe ik natuurlijk ook streams in het weekend. En nu we vakantie hebben in het weekend ga ik dat waarschijnlijk ook gewoon doen. Maar ik had gewoon een energiedip, ik had gewoon nergens zin in, ik kon niks doen en dus daarom heb ik ook geen video's kunnen maken. Ik wou het wel doen, maar iets hield mij tegen en ik heb het toch niet gedaan. Het is wel jammer, want YouTube is natuurlijk mijn ding, mijn leukste ding om te doen op dit moment. En ik wil dat natuurlijk ook gewoon voortzetten. Alleen school kan er best wel erg om de hoek heen kijken, dus ik werd heel erg gestrest van, yo, ja, ik wil ook gewoon YouTube doen, maar ik had gewoon geen tijd om dat te doen. Dus ja, dat is best wel kut voor mij. Ik heb dus nu in die dagen dat ik gewoon, ik ben ook thuis gebleven, heb ik ook een planning gemaakt. Gewoon voor de hele vakantie. Dus voor het leren, voor livestreamen. Sam komt ook op bezoek, dus dat wordt ook heel leuk. Daar komen natuurlijk superveel videos mee. En dan gaan we gewoon een lijpe crossword challenge doen. Ik hoop dat het gaat sneeuwen, though. Gewoon in de vakantie, in een kerst, sneeuw. Oh nee, het is Sam komt na kerst. Dus een sneeuw crossbar challenge, dat lijkt me super sick. Want ja, dat heb ik nog nooit gedaan. En het lijkt me gewoon best leuk. Ik heb geen idee of het nog sneeuw gaat vallen. Ik denk het niet. Want het is alweer best wel boven de nul aan het gaan qua graden. Dus ja, I don't know of het sneeuw gaat vallen. Maar ik heb beloofd een paar, wat zal het zijn, een maand, anderhalve maand geleden denk ik zoiets. Om een 12 uur livestream te gaan doen. En dat was puur in het teken voordat we de 10.000 abonnees hebben gehaald. We zitten er nu al 3600 overheen. Dus ja, Dylan, je bent best wel laat. I know, rustig maar. Ja, ik wou het eigenlijk voor de 10.000 doen. Maar ik had, toen we de 10.000 haalden, had ik niet echt een dag om echt zo'n 10 uur, of zo'n 12 uur livestream te doen. Natuurlijk kon ik in het weekend, maar ik had ook school leren toetsen. En dat zat allemaal in de weg. Dus dan ben je gewoon een hele dag kwijt aan streamen. Dus ja, ik moest gewoon een goede dag uitkiezen. En aangezien het nu vakantie is, ik heb heel veel tijd nu. Daarentegen dacht school wel weer leuk te zijn om een week na de vakantie nog geen toetsweek te geven, maar die week daarna dus wel. En ik sta er niet heel erg goed voor, op dit moment niet. Maar het is ook niet dat ik helemaal van, ja Dylan, laat maar zitten, je gaat het toch niet halen dit jaar. Ik kan het easy halen, alleen ik moet er wel veel tijd in gaan steken. En ik beleef mijn school op dit moment niet als motivatie om naar school te gaan. Waarschijnlijk hebben heel veel mensen van jullie zoiets van, ja, school saai, dit en dat. Ik ook. Maar ik heb gewoon legit, ik sta op en ik denk van, what the fuck ga ik nu doen? Want het is natuurlijk heel veel herhaling in de vierde klas in het examenjaar voor mij. En ja, je ziet ook aan docenten dat ze leggen iets uit wat je al ooit hebt gehad of zo. En je zal hier wel wat nieuwe stof krijgen hoor. Maar ja, ze zijn snel klaar met dingen, dus je les is eigenlijk voor jezelf werken. En ja, ik ga echt niet een uur lang helemaal diehard werken aan dat vak. Dus je doet heel vaak niks. En je hoeft ook heel vaak bijna niks te doen in een les. Dus je staat eigenlijk op heel vroeg voor eigenlijk helemaal niks te doen, vind ik persoonlijk. Want ja, natuurlijk, school draait om hier en daar kennis. Maar voor mij is het gewoon cijfers halen en gewoon ervan afgaan. Want ik wil iets doen met school wat mij interesseert. En dit, ja, het is gewoon vakken, aardrijkskunde, geschiedenis, hier en daar geschiedenis of zo. Zijn wel leuke onderwerpen, zoals de Tweede Wereldoorlog vind ik best wel interessant. Maar je hebt ook onderwerpen waar je denkt van, yo, what? Ik heb geen idee waar het over gaat. Ja, ik verveel me gewoon op school en dan zeg ik je eerlijk. En dan kom je weer thuis na een vermoeiende dag. Want het kost best wel veel energie om gewoon niks te doen. Dat is eigenlijk best wel raar, maar het is gewoon, hè? Je zet in je hoofd van, ja, je gaat naar school en je doet toch geen fuck. Dus ja, het is meer tijdverspilling. Ja, ik weet, je hebt het nodig voor later. Dus zo denk ik ook. Dus daarom wil ik ook dit jaar zo snel mogelijk gaan. Zodat ik naar mijn vervolgopleiding kan gaan. En daar iets leuks kan doen. Wat ik zelf interessant vind. En
als ik, hoe dan ook, als ik niet slaag of wel slaag, ik heb 2 maanden, dacht ik, gewoon een paar maanden vakantie. En dat is heel sick. Dat is denk ik voor mij echt heel erg nice. Qua YouTube is dat heel erg nice. Want 2 maanden vakantie, of ik heb geen idee hoeveel. Volgens mij was het 2 maanden. Zoiets is het altijd met examen. Ik heb werkelijk geen idee, nog niets over gehoord of zo. Dus dan kan ik 2 maanden lang fulltime eigenlijk YouTube doen. Want ja, meestal gaan mensen veel werken dan in die tijd. YouTube is mijn baan at the moment. En ik ben pas 15. Ja, ik verdien niet zo... Kijk, als ik 18 ben, zal het waarschijnlijk heel anders zijn met de inkomsten. Maar tot nu toe is het genoeg. En dat is super sick, jongens. Super bedankt daarvoor. Dus dan hoef ik niet te werken als ik gewoon mijn tijd in YouTube steek. Dat houdt dus in dat ik ook gewoon veel video's ga maken. Ik wil dagelijks dan gaan doen. Gaan uploaden. Maar het is nog niet zover. Ik moet nog in... wat zal het zijn? Nee, ik denk dat we nu op de helft van mijn jaar eigenlijk al zitten qua school. Het gaat zo snel, want... in de vierde, mijn examenjaar. Je hebt ook 5e klas en 6e klas. MAVO is 4 klassen. Dus van de eerste brugklas tot aan het 4e examenjaar. En ja, dit jaar heeft maar 3 periodes. Dus ik heb de eerste periode gehad. De tweede periode zit er nu op na de kerstvakantie. En dan ga je de derde en de laatste periode in. Want in mei of zo, of april, I don't know, zijn de examens al. Dus ik heb een knop opgezet bij mij van... YouTube is sick, alleen ik... moet school goed doen om YouTube nog leuker en beter te maken. En dat doe ik puur omdat ik dan van school af ben. 2 maanden vakantie. 2 maanden kan ik zoveel doen. Het nu in deze vakantie helemaal omgekeerd gaat worden bij mij. Ik heb nu een goede planning gemaakt met wanneer ik wat moet leren. Wanneer ik... ik ga nog een planning maken wanneer ik stream. Wanneer ik een video kan opnemen, renderen. Dat tijd kost en uploaden. Zodat ik een soort schema heb. Zodat ik deze vakantie easy doorkom. Want bijvoorbeeld bij kerst... ja, in de avond kan ik niks doen. Of wanneer we gaan eten, ik denk rond de avond en eindmiddag. Dus ja, daar moet je allemaal rekening mee gaan houden. Sam komt hier ook op bezoek, dan ga ik ook niet diehard renderen en editen, weet je. Dat kan dus ook niet. Dus ik moet dat allemaal gaan inplannen hier en daar, zodat ik misschien wel dagelijks of om de dag ga uploaden. Dat moet ik nog even zien. En ja, dus ik hoop dat ik dat gewoon goed kan doen. En het is gewoon vol focussen op school. Nu, toetsweek komt eraan. Maar ik wil ook gewoon YouTube nog doen. Dus ja, dan begrijpen jullie, ik hoop dat jullie dat begrijpen. Dat ik natuurlijk gewoon mijn best ga doen voor school. Maar YouTube soms even als tweede plaats gaan doen. Want ja, ja dat moet gewoon. Dat is helaas de schoolleven. Hè? Maar ja, als ik slaag, dan is het met een fucking blij gezicht de vakantie ingaan. En dan grinden met YouTube. En ik ben echt benieuwd wat we dan gaan neerzetten. Want dat wordt echt sick. Maar jongens, jullie zijn natuurlijk niet alleen voor dat gekomen. Want er is dus een 12 uur stream. En die 12 uur stream, volgens mij heb ik helemaal afgehaakt daarnet. Ga ik doen in deze kerstvakantie. En dat ga ik doen op 4 januari. En dat houdt dus in dat het 4 dagen na oud en nieuw was. Shit, het is nieuwjaar. Dus ja, dat is gewoon 4 januari. We zullen waarschijnlijk van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds doen. Puur omdat ik anders ja, rond 12 uur dan moet gaan stoppen 's nachts. En dan moet ik ook gelijk naar bed. En dat is een beetje, met een vol hoofd ga je dan slapen. Nee, dat is niet goed. Dus ja, daarom gaan we om 10 uur 's ochtends beginnen. En dan... 10 uur s'avonds stoppen we weer. En dan is het 12 uur lang. Dus dat gaan we wel doen. Alleen ik zit er wel een beetje met een soort van dilemmaatje. Want een 12 uur stream alleen maar Fortnite, dat gaat niet werken. Daar heb ik zelf ook geen zin in. Want ik game nooit 12 uur lang één game. Nou, soms wel. Dat hebben we wel eens gedaan. GTA of zo. Dus we moeten hier en daar wat games gaan doen. Dus Fortnite gaan we sowieso doen. GTA op PC denk ik ook. Aangezien ik daar geld op heb en allemaal leuke dingen kan doen. Ik weet niet of de sneeuw nog blijft liggen. Zoals Super Sick zijn. Dan kunnen we daar ook in streamen. Ja, Call of Duty World War 2 kan ik gaan doen. Maar mijn kanaal is zo erg gegroeid van Fortnite. En ik heb niet echt het plezier in Call of Duty nu. Ik heb het ook al een maand niet gespeeld. En dat is best wel een groot gat in mijn Call of Duty playing time. Zeg maar. Dus ja, we kunnen dat gaan doen als jullie het leuk vinden. Ja, ik heb ook nog Infinite Warfare. Ik weet niet of we dat nog gaan doen. Black Ops 3, hetzelfde verhaal. FIFA kunnen we ook nog gaan doen. Maar het is allemaal van die games die ik op dit moment niet echt leuk vind. Dus we moeten gewoon even kijken wat we gaan doen. We kunnen ook hier en daar gewoon bijvoorbeeld Omegle met jullie kijken. Dus dat heb ik vroeger altijd, of vroeger, dat heb ik een paar maanden geleden ook gedaan. En dat was echt super leuk. Dan kan ik gewoon met jullie live praten. Dat vind ik super dope. En voor de rest, ja, we zullen wel gewoon zien wat we allemaal gaan doen in de 12 uur stream. We kunnen ook hier en daar challenges doen, van alles. Zo jongens, wat vinden jullie van mijn nieuwe background? Ziet er wel fancy uit, de kerstsfeer over hier. Ja, ik heb zo'n hele witte hoek hier. Dit is gewoon een helemaal witte muur, boven daar, dat is mijn gordijn. Dus ja, ik dacht van, hey, laten we het even opjeuren met zonne-kerstversiering.
Dus ja, dus je zult ook zien dat ik nu even mijn greenscreen uit heb gedaan, zodat er iets nieuws weer is, hè. Zodat ik bijvoorbeeld... Nu is het is maar één keer kerst in het jaar. Dus ik dacht van, fuck it, dan gooi je er ook gewoon een kerstsfeertje in de back. Dus dan ziet ongeveer de screen, zeg maar, er zo uit. En dat is gewoon chill. En het is gewoon nice. Gewoon een iets nieuw layoutje. En voor de rest, jongens, dit was eigenlijk wel de video. Ik heb niet echt meer iets te vertellen. In ieder geval dat ik jullie wel echt super wil bedanken voor alle support, want... Dat is niet normaal. Het is echt sick. Holy shit. Want we groeien echt ziek hard. Nu wat minder. Omdat ik ook deze week niks heb gedaan. En dat vind ik best jammer. Dus ik wil het weer gaan oppakken in de vakantie. Dus jongens. Vergeet niet te checken. Een blauw duimpje omhoog te doen op deze video. Dat zou ik super doof vinden. Vergeet niet te abonneren. Hier beneden op de rode knop natuurlijk. En laat even jouw mooie reactie achter. Over wat je over wil vragen. Dat mag natuurlijk altijd. En ja. Ik wil jullie allemaal een fijne dagen wensen jongens. En dan zeg ik tot bij de volgende video. Later mensen.